Heel Londen kijkt vandaag rijkhalsend uit naar deze wedstrijd hier. In het Kyan Prince Foundation Stadium. En wij zenden die live uit. Welkom allemaal. En uiteraard kijken Jeroen Gruter en ikzelf, Siert de Vos, er naar uit om deze wedstrijd voor u van deskundig, nou ja, deskundig, maar in ieder geval van commentaar te voorzien. Deze wedstrijd moet je gewoon zien. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden, Siert. Laten we maar snel beginnen. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Bal veroverd in de eigen 16. No problem. Geen probleem voor de doelman. De bal gaat over de zijkant. Ze mogen een inworp nemen. Bal gaat over de vleugel. En hij zit ertussen. Op weg naar het doel nu. Bal wordt ingeleverd. Goed verdedigd. Hier zou hij de voorsprong kunnen pakken. En kijk eens hoe goed ze dat deden. Dat vroeg druk zetten. Koekoek, haha, doelpunt. Ha, prachtig hoor. Ze veroveren de bal op de helft van de tegenstander. En slaan daarna onmiddellijk toe. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Raakte onderweg een speler. Het is een inworp. Kousenbrakker. Deze aanval ziet er veelbelovend uit. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten geduldig op een opening in de verdediging. Komt hij er? Die hoog is hij net iets te vroeg gelopen daar. Goed druk gezet hoor. Die ingreep is niet volgens het boekje hoor. Waarschijnlijk geel. Vervolgt zijn weg naar het doel. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Bal naar het midden. En de doelman kan die matige corner zo uit de lucht plukken. De bal gaat over de flank. En veilig weggewerkt. Al vroeg onderschept die bal. Mooie positie om een voorzet te geven. Ze komen weer in balbezit.
Met die ingreep komt hij in balbezit op de vleugel. Agüero. Deze aanval begint er steeds gevaarlijker uit te zien. Gevaar is geweken, de bal is weg. Een mooie positie om in te gooien en een kans te creëren. Daar gaat het balbezit. Hij is te gretig. Ja, dan staat hij buiten spel. Kalsenbrakker. Tevez. Agüero. Komt steeds meer naar voren. Aanval wordt afgestopt. Over de vleugel. Tijd, ruimte genoeg voor... De keeper zet zijn vuist tegen die voorzet. En een schot. Ja, goal. Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Dit is een knappe goal, hoor. Die komt eigenlijk voort uit het feit dat ze de tegenstander in een wurggreep nemen. Er is geen enkele ruimte om op te bouwen. Het leidt tot balverlies. En dan weten ze er wel raad mee, hè. Want heel snel ligt die bal dan uiteindelijk achter de keeper. De bal gaat over de vleugel. Ja, hier is een voorzet mogelijk vanaf de vleugel. Een minuutje extra speeltijd. Dit begint er aardig uit te zien. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. De scheidsrechter fluit voor de rust. De thuisploeg heeft jacht gemaakt. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Met die passes van hem is vandaag niets mis. Goed afgepakt. Hij brengt de bal dichter naar het doel. Wordt dit een kans? Tevez. Agüero. De verdediging zit ertussen. Die doelman moet opletten. De doelman met een makkelijke redding. Echt heel handig gedaan. Ja, mooie beweging. Trekker overhaald. Redding. Bal nog binnen de lijn. Hij verplaatst het spel naar de andere kant. Voorgegeven in het midden. Ja, gaat er in de wisselspeler nog wel. Gaat die maken. En zo nemen ze de leiding in het duel. Ja, wat zal die trainer blij zijn. Hij heeft zijn keuze om deze speler het veld in te brengen.
Gray. Ze staan nog steeds achter. Maar laten de bal rustig rondgaan. Vandaag komen zijn passes goed aan. De bal niet kwijtraken daar. Hij geeft een vrije trap. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Hiermee moet je uitkijken. Tevez. De bal wordt voorzichtig rondgespeeld op zoek naar een opening. En veilig weggewerkt. Kuijsenbrakker. Ze profiteren van deze pass. Ja, en dat wordt uiteraard een vrije trap. Hun ploeg op achterstand, in eigen huis. En een tegenstander die elke gelegenheid aangrijpt om zoveel mogelijk tijd te rekken. Dan is de woede op de tribune toch niet zo gek. Nee, dat is heel begrijpelijk zelfs. Wie heeft er nou geen hekel aan tijdrekken? Ik hoop alleen dat ze de boel een beetje heen laten daar. En het paast hem weer terug. Tackle in het eigen doelgebied. Ja, nu kan er een counter komen. Nu moet het vervolg komen. En daar is de verdediger even helemaal de weg kwijt. En hij zit ertussen. Tevez. En zo zie je dat dat positiespel op al die trainingen zich uitbetaalt. Het overspelen is totaal geen probleem voor deze ploeg. Ja, dat is enorm gepolijst. Ook deze paas is weer uitstekend. Een doelpunt voor en nu ook nog een hoekschop. Bal komt voor in het 16 meter gebied. De doelman neemt geen risico en stompt de bal weg. En zie eens, de fans van de thuisploeg schreeuwen hun team naar voren in die laatste minuten. Ja, ze hebben nog weinig tijd om iets aan de achterstand te doen. Het is nu of nooit. Balverlies. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Wat een spanning, zo laat in de wedstrijd. En dat kan nog alle kanten op. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Blijft aan de bal. Al ingeleverd. Iedereen moet geconcentreerd blijven. Ze staan wel voor, maar ook vlak voor tijd kan het al misgaan. Mooi gegeven die bal. Zet verder door. Mislukte paas. Ja, u kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander.
dribbelt verder richting doel. Einde balbezit. Nou, wie... Begin van het seizoen leiden ze een vervelende nederlaag. En dat voor een ploeg die we toch promotiekansen toedichten. Ja, zie je, aan de kwaliteiten van de spelers ligt het niet. Maar ja, het is meer dan dat, hè. Het gaat niet allemaal vanzelf.